Ik vind het een mooie campagne omdat ik ervan verwacht dat het mensen aan het denken zal zetten. Als je jezelf gaat versnipperen, dan doe je eigenlijk iets heel groots. Want je gaat jezelf uitdelen en hoeveel delen we eigenlijk uit van onszelf. Dus ik vind het eigenlijk, ik heb er lang over gedacht, nog wel een uitdaging. Van kan ik nog meer van mezelf uitdelen dan ik nu doe. Ik werk heel lang voor Kerk in Actie. Ik heb ook heel veel in oorlogsgebieden gewerkt. En ik was op een gegeven moment in Lira in Noord-Oeganda. En dat was een oude fabriek en daar woonden mensen. Vreselijk was het. En er zitten mensen waarvan je denkt, ik weet niet of ik als ik morgen terugkom of die mensen nog leven. Dat zijn van die momenten dat je denkt van, kan ik hier nou nog iets doen? Mag ik onder een dekentje gaan zitten huilen? En toen, s'avonds, toen zat ik met iemand van onze partnerorganisatie te praten. En toen zei ik van, hoe hou je dit vol? Wat doe je dan? En toen keek ze me aan, echt zo heel fel. En toen zei ze, wij zijn christenen, wij moeten hoop geven. En dat vond ik zo mooi. Daar zag je die mensen, die gingen dat dan ook gewoon doen. Die gingen de volgende dag weer terug naar het vluchtelingenkamp. Dat wil ik ondersteunen, dat wil ik mogelijk maken.